Altijd fijn om vlak voor de borrel te mogen praten. En ik wil even beginnen, want ik ga het straks vergeten, maar ontzettend veel dank voor het organiseren. Dat is in ieder geval Hedy, Sascha, het Tiger Team, Andy. Het gek dat we het hier weer konden houden. Ik merk nog wel een discrepantie tussen de grootte van deze zaal, die dan heel leeg lijkt, en die kleine zaaltjes die net te vol zitten. Dus daar moeten we voor volgend jaar even naar kijken. Ik weet niet. Ik heb alleen Joris echt een Tigon-project zien openen. En we hebben natuurlijk echt de sessie gehad waar mensen in Tigon zaten te werken. In alle voorgaande COP's ging het eigenlijk vooral over Tigon. En ik ben ontzettend blij dat het eigenlijk niet over de knopjes ging, maar over hoe gaan we het inzetten, hoe kunnen we het gebruiken. Dus ik denk de ontzettende progressie in de community of practice, dat het niet gaat over techniek, maar over de toepassingen. Ik zie heel veel gezichten die ik ken, maar voor de zekerheid, ik ben Florian Witsenburg. Samen met Maxime hebben wij Tigon Platform opgezet. En het is, als ik John Joostens woorden even gebruik, je hebt niks aan technologie als je niet ook je processen wil veranderen. Quote ik je goed? Ja, naast ongeveer. Zoveel woorden zijn niet, doe ik het nog verkeerd. Maar goed, anyway, maar dus, daar zijn we ons heel erg van bewust. Hè? We maken iets voor jullie en het is de balans, hoe kunnen jullie het inzetten en welke feedback krijgen wij daar weer uit dat we gezamenlijk verder kunnen komen. En nou, daar is de community of practice gigantisch belangrijk voor. En wat Maxime en ik komend half uur gaan doen is een doorkijk geven, wat komt er aan komende tijd? Waar werken we aan, wat komt er aan? En wie willen we zijn? En ik weet niet of jullie het heel bewust hebben meegekregen, maar de ondertitel van Tigon Platform is Accelerated Simulations for Engineers. En zelf, ik ben een ingenieur en ik vind het heel fijn om controle te hebben. Controle over mijn inputdata, controle over mijn rekenmodel. Ik moet mijn rekenmodel kunnen valideren, zodat ik de resultaten die ik eruit haal, dat ik die begrijp. Ja, bullshit in is bullshit out, dat weten we allemaal. Dus je rekenmodel en je data bepalen of je een goed model hebt. Nou, en dat is waar we komende tijd ook heel veel aandacht voor hebben. Dus eigenlijk is dit een samenvatting hoe wij vinden dat het Tigon Platform kan ondersteunen. Dus om data te integreren, om je data te verbeteren en om ermee te simuleren. En ja, een van de grotere ontwikkelingen die we daarin zetten is eigenlijk in die enhancement van de data. Dus je kan heel gedetailleerd rekenen, maar als je inputdata super grof is, had het dan wel zin om heel gedetailleerd te rekenen? In sommige situaties wel, maar in sommige situaties heeft het niet echt een verhouding tot elkaar. Dus het is ook een zoektocht, hoe gaan we de inputdata verbeteren? En er is natuurlijk heel veel data, er vliegen per dag een paar satellieten over die data verzamelen over het landgebruik. Niet over het landgebruik, dat is data. Het zegt nog niks over landgebruik. Nou, hoe krijgen we, en dan als je dat vergelijkt met als je een project aanmaakt in Tigon wat erin komt, ja, dat is de BGT, dat zijn vaak hele grove vlakken. Waar we aan werken, en ik ga het zo live laten zien, dat is altijd spannend, maar dat is ook wel weer het leukste. Dat zijn neurale netwerken. Enhancement of data. Dus, en het bestaat eigenlijk uit drie delen. Dat is je trainingsdata, een neuraal netwerk, en dat kan je in een model gebruiken. En ik ga jullie nu een neuraal netwerk laten zien. Dat gaat over het herkennen van bomen. En dan zal ik nog even, laat ik daarmee beginnen. En dan ben ik ook tenminste iemand geweest die wel de Tigon machine heeft aan de praat gemaakt. Oké, ik had het over dit scherm. Dit kennen we allemaal wel. Hè? Ik kan een random project nemen. Ik doe hem niet te groot. Eentje waar ik weet dat de bomen zouden moeten staan. Ik zet mijn resoluties hoog.
Dan selecteer ik mijn data. Dit hebben we allemaal gezien. Zelfs de mensen die nog nooit met Tython hebben gewerkt, hebben natuurlijk een quickstart gehad. Nu slurpt hij gewoon data naar binnen. Dus hier is nog niks nieuws aan. Het is ook wel grappig. De grootste Tython gebruikers zitten hier in de zaal. Dus dan zou je denken, nou, het zal wel wat rustiger zijn op de servers. Maar ik denk dat iedereen dacht, hé, ik ga een dagje naar Tython. Ik zet mijn berekeningen aan. Dus dat is echt gruwelijk druk vandaag op de servers. Ik zie een paar schuldigen in de zaal zitten. Ook hier hadden we een muziekje voor nodig, hè? En toen we dit een paar jaar geleden introduceerden, er is een literatuuropkomst en dat heet High Performance GIS. Dat is eigenlijk nieuwe literatuur over GIS en de eisen die we gaan stellen daaraan. En ik denk dat dit eigenlijk is wat daar wordt bedoeld. Dus het zo snel kunnen verwerken van data in de rekenmodellen. Met een onderliggende nieuwe architectuur. En toen we die spin een paar jaar geleden introduceerden, was nieuw. En wat ik nu ga laten zien is denk ik net zo nieuw. We moeten er ontzettend veel over gaan leren. Maar het is echt onwijs gaaf. Dus we hebben data. Ik kan bijvoorbeeld nu mijn satellietkaart aanzetten. Die heb ik opgehaald. Die zat in de spin. Ik wil hem wat gedetailleerder hebben. En nu kan ik een nieuw knopje. Ik zit op de preview te werken. Komt de waarschuwing, is nieuw. En vanaf hier kan ik een getraind neuraal netwerk inzetten. Hoe je dat gaat trainen, daar komen Maxime en ik zo op. En we hebben er nu twee voor getraind. Eén daarvan is zonnepanelen herkennen en de andere is bomen herkennen. Ik doe de bomen. Nou, zijn er wat instellingen? Ik gebruik met name default. Ik gebruik de satellietkaart als input voor de bomen herkennen. En als ik finish druk, nu gaat hij dit neurale netwerk raadplegen met de data die ik in mijn project heb. Is dit de eerste keer dat ik het live laat zien? Ja, dus ik vind het ook spannend. Of ik vind het spannend, misschien vinden jullie er geen ruk aan. Maar wat je ziet, hè, dit is data uit de BGT. Maar je ziet al door de satellietkaart heen dat er meer bomen staan dan er in default is binnengekomen. En dat heeft het neurale netwerk nu herkend. En vanaf hier kan ik het gaan combineren met de hoogtekaart. En dan heb ik dus meer bomen in mijn project dan ik default had. Dus als ik kijk naar mijn default situatie, zie ik bijvoorbeeld hier een paar bomen missen. En die heeft hij nu herkend. Er valt nog een... Even kijken. En wat ook de kracht hiervan is, dat je bijvoorbeeld ook wel de BGT nog kan gebruiken. Dus je kan databronnen combineren. Het is niet alleen je neurale netwerk die bepaalt wat je boom heeft, maar je hebt dus heel veel vrijheden om ermee door te werken. Er zitten een paar dingen aan. Hopen dat het nu niet weer wegvalt. Hier. In dit neurale netwerk zit trainingsdata. Zowel die trainingsdata gaan we open source maken als de neurale netwerken. Dus een neuraal netwerk ziet er als volgt uit. Het lijkt heel ingewikkeld. Ik denk dat de beroepsgroep waar we hiermee zitten over 2-3 jaar hier best wel bekend mee is. Dus dat het allemaal niet zo nieuw is. Een van de projecten waar we nu aan werken met Vallei en Veluwe is... beter landgebruik herkennen, zodat je het microrelief en infiltratiewaardes beter krijgt.
Dus dit is een plaatje vanuit de BGT, nou, heel grof. Maar als je in de satellietkaart kijkt, zie je dat er heel veel detailniveau in het maaiveld zit. Nou, dat kan je gewoon herkennen met zijn neuraal netwerk. Dus in opdracht van Vallei en Veluwe maken we dat nu. Zowel de trainingsdata als het neurale netwerk gaan we open source publiceren, dat jullie er allemaal mee door kunnen werken. En dat ook weer op kunnen pakken en verbeteren. Dat deel over AI. En Maxime mag er wat meer over vertellen wat er dan achter zit. Top. Zo. Ik hoor mijn stem al, dus dat lijkt goed te gaan. Zoals ieder jaar mag ik aan het einde nog even vertellen ook waar de ontwikkelingen naartoe gaan. Nou, Florian heeft al een hele mooie aanzet gedaan. Maar ik vind het ook altijd wel interessant om even terug te kijken naar de afgelopen periode. Toen ik hier vorig jaar stond, toen hadden we zo'n 3000 projecten op onze server staan. Inmiddels zijn dat er 4000 en dat aantal dat blijft maar groeien. En we zitten inmiddels ook op honderdduizenden berekeningen per jaar. Gisteren nog, dan zijn de mensen heel enthousiast. Ik denk alleen gisteren al dat we op 10.000 berekeningen zaten. Nou, dat hele systeem zeg maar stabiel houden, zodat jullie daarmee kunnen werken. Dat is een heleboel gedoe zit daarachter. En ik denk dat dat ook onze kerntaak is als Tigon, om een goed, stabiel en veilig platform te bieden waar je op door kan bouwen. Nou, op dat vlak hebben we dit jaar weer een aantal verbeteringen gedaan. Dat is jullie waarschijnlijk ook opgevallen. We hebben bijvoorbeeld de GeoShare, die hebben we losgekoppeld. Dat een aparte machine is. Kunnen we extra veel, kunnen meer data delen met elkaar. We hebben ook weer een aantal nieuwe machines gekocht. Mijn SimNL-project, wat sommigen van jullie hebben gezien, die draait al op een aparte server. En we hebben ook ongeveer 20 GPU's inmiddels de deur uit gedaan, omdat dat de oude generatie is. En die hebben we vervangen met nieuwe. En die gebruiken we op dit moment vooral ook voor die neurale netwerken. Dus die je nu hier zag draaien, die draaien op de laatste NVIDIA GPU's uit Californië. Die zijn over een half jaar zijn ze oud. Ja, veiligheid ook. We zijn ook druk bezig. Dat kost ons heel veel tijd met de ISO-certificering. We hebben de eerste audit al gehad. Er komen er nog twee, dus ik hoop dat we er helemaal heen komen. Maar dat lijkt er gewoon heel goed uit te zien. Ook met pen en hacktest met een stel hackers, die staat ook voor dit jaar weer gepland. Dat doen we ook ieder jaar. Dat zijn allemaal eigenlijk dingen die de hele tijd op de achtergrond gebeuren en waar we aan werken om te zorgen dat dat platform zeg maar, steeds robuust blijft en dat ook met die groeiende hoeveelheid gebruikers dat gewoon werkt. Zeker ook op het gebied van GPU's. Dat zijn toch relatief fragiele apparaten. Die dingen die crashen af en toe veel sneller dan een CPU. Ik zou willen dat ze het niet doen, maar het gebeurt. Dus die infrastructuur, om dat robuust te houden, daar gaat veel in. Nou, en een aantal nieuwe features. Maar voordat ik over die paar nieuwe features vertel, ook een beetje in de lijn van die robuustheid, willen we naar een nieuwe release-cyclus toewerken. En dat is denk ik een breuk ook met het verleden. Wat we altijd in het verleden deden, is dat we één keer per jaar de software updaten. Dat was maar op 1 maart. En dan moeten alle klanten in één keer over naar de nieuwe versie. En we kregen van een aantal van jullie de feedback van, ik vind dat heel erg leuk dat dat Tigon platform update, maar dat betekent ook ieder jaar dat er weer andere knoppen zijn. En dan heb je natuurlijk een aantal hardcore gebruikers die vinden dat superleuk, maar ook om dat breder draagbaar, om die groep te verbreden, is het ook gewoon heel fijn als je ook iets meer stabiliteit hebt in je software. Dus wat we nu eigenlijk willen doen is niet maar één keer per jaar updaten, maar die releasecyclus naar eens in de twee jaar veranderen. En ook wat daarbij komt, we hebben dus, nu inmiddels zijn het 4000 projecten. Ik denk dat het volgend jaar zijn dat er 5.000-6.000. Als wij een update doen, dan gaan al die projecten, die moeten worden gecheckt of die met de nieuwe versie als het ware compatible zijn en draaien. En dat moet allemaal in één weekend gebeuren en dat creëert best wel wat stress. Want er zijn een aantal mensen die willen dan gelijk op de maandag daarna hebben, dat is een hele belangrijke presentatie. Dus wat we nu eigenlijk ook doen, en dat doen een heleboel softwarepakketten, is dat we ook twee versies parallel aan elkaar willen laten draaien. En dan kun je dus zeggen van, ik wil niet op die 1 maart over naar de nieuwe versie, maar ik wil bijvoorbeeld op 1 april, want dan is ons team op vakantie, dan hebben we geen belangrijke sessies. Dus dan heb je iets meer de ruimte om over te gaan op het moment dat jouw organisatie dat het beste uitkomt. En dan kun je ook al even vooraf testen op de nieuwe versie. Nou, als je dan zegt, dit is top, dan ga je over. Dus dat zie je ook in mijn plaatje, de LTS 24, daar zitten we nu op. Die blijft dus nog 3 jaar online.
En volgend jaar, in 26, dus nog over een jaar als het ware, dan komt er al een nieuwe versie en die draait een tijdje parallel. En dan kunnen dus mensen wat rustiger overstappen naar een nieuwe versie. Wellicht ook een training dat je even uitlegt, krijgt waar alle knoppen zitten, in plaats van alles en iedereen, hop, 1 maart naar een nieuwe versie. Andere bijkomstigheid is ook dat we ontwikkelen telkens een heleboel nieuwe features. En daar wil je ook met een groep mensen, de ervaren gebruikers, ook testen. En dat je dan ook iets meer tijd hebt voor die preview, dat vinden we dan ook fijn. Dus bijvoorbeeld dat AI-deel, dat is iets wat nu op de preview draait. Daar hebben we dan volgend jaar hebben we daar de tijd voor om dat verder uit te breken, om dat goed te testen met een groep beta-gebruikers. En die groep willen we ook verbreden, dat dat niet alleen maar een paar mensen zijn, maar als je zegt ik heb daar interesse in, neem dan contact met ons op. Dus dat is denk ik wel een grote verandering, maar het draagt wel bij ook aan de stabiliteit van het platform. En dat gewoon een wens die we van heel veel verschillende klanten krijgen. Als je denkt, het plaatje gaat maar te snel, ik heb hem ook op de wiki gezet. Sport, Tigron, wiki, roadmap. Er staat ook een link naar, daar staat het plaatje ook met nog verdere uitleg. Goed, voor wie mijn presentatie net niet heeft gezien, we zijn ook telkens op zoek naar de grenzen. Kunnen we het systeem nog verder pushen? Nou, dat betekent dat we inmiddels hebben een draaiend model van heel Nederland. Dat we op 1 meter kunnen doorrekenen. Er zitten inmiddels een biljoen gidscellen in. Ik denk zelfs dat dat nog wel gaat groeien naar 5 miljoen gidscellen. Dat is heel veel data. Nou, het systeem wordt daar weer beter van. Een aantal van die optimalisaties die gaan we ook doorvoeren op de LTS. Dus daar gaan ook voor de andere projecten heeft dat zijn voordelen. In het opstarten en het zeven. En ik denk ook dat het heel gaaf is dat we een model van heel Nederland kunnen draaien. Want dan kunnen we dus heel snel zeggen van nou, rekenen ze een ander type bui door. Of bijvoorbeeld met die bomen set die Florian net heeft. Ik kon die ook in mijn Nederland project toepassen. Dan heb ik ineens alle bomen in Nederland. Nou, die kan ik ook exporteren. En standaard bijvoorbeeld importeren in je Tigron project. Dus dat op die manier blijven we die grens opzoeken. Je hebt nu ook een beperkt aantal gidscellen per project. Nou, daar kunnen we op een gegeven moment, omdat het steeds sneller wordt, compressie beter wordt, kunnen we het ook verder oprekken. Dan het AI-deel. Nou, Florian die vertelde al het een en ander over. Het is voor Tigron niet helemaal nieuw, de AI. Je hoort er nu heel veel over. Dat is wel iets van dit jaar, zeg maar. Maar al sinds het begin van Tigron, in 2005 zijn we begonnen. Toen studeerde ik nog aan de TU Delft, kunstmatige intelligentie. Dat was toen nog heel erg in de kinderschoenen. En toen ik met Tigron begon in 2014, hebben we ook al een aantal testen daarmee gedaan. Kunnen we bijvoorbeeld, dat hebben we destijds met de gemeente Delft hebben we dat ook geprobeerd, kunnen we bijvoorbeeld een optimale inrichting van ons gebied berekenen met een AI-model. Nou, dat kon best wel, alleen het was heel erg traag. En dat is ook een beetje de grap van die hele AI-wereld, dat een heleboel van die technieken die daarachter zitten, ja, die bestaan al best wel lang. Een deel van zelfs die neurale netwerken, die stammen uit de jaren 60, 70, zijn over de tijd ook steeds verder verbeterd. Maar wat je nu de afgelopen jaren ziet, is vooral dat de rekenkracht van die GPU die is enorm geëxplodeerd. En daardoor kunnen we ineens hele grote rekenmodellen draaien die 10, 20 jaar geleden niet mogelijk waren. We hebben veel van de algoritmes achter de ChatGPT's ook, die bestaan al best wel lang, geëvalueerd. Maar we hebben nu ineens de rekenkracht om zo'n heel groot model door te rekenen. Dat gecombineerd met, nou, waar we het ook al over hadden, het datadeel. Er is nu veel meer data publiek beschikbaar dan wel privaat. Dus die twee komen ineens samen. Dus vandaar ook onze hernieuwde interesse erin. Ik was ook afgelopen maart was ik in Californië bij Nvidia. Dat is de grootste GPU-bouwer ter wereld. Inmiddels ook het grootste bedrijf ter wereld. Want iedereen wil die dingen inmiddels hebben. Dat is ook een nadeel voor ons. De prijs is keer 5-6 gegaan voor hetzelfde type GPU. Dus dat is ook altijd best wel een zoektocht wat dat betreft. Maar je ziet daar Jens op het podium staan. Je ziet ook dat grafiekje eronder. Dat is de rekenkracht van die GPU's. Nou, dat lijntje dat doet echt zo. En ik heb ook niet het idee dat die binnenkort gaat afzwakken. Dus die rekenkracht neemt wel toe. En in Californië bouwen ze er heel druk aan door. En het lijkt me ook heel mooi als wij in Nederland ook onze eigen modellen daarop bouwen. Dat we niet alleen vertrouwen op Amerika wat dat betreft. Dus daarom hebben we dat dit jaar zijn we daarmee begonnen. Nou, stap 1 was dat ONX-formaat ondersteunen.
Eigenlijk alle Tarragon-draad daar volgen zoveel mogelijk open standaarden voor. ONX, dat staat voor Open Neural Network Exchange, dus dat is een open formaat. Er zijn een heleboel verschillende tools en rekenmodellen die daar al mee werken. Nou, daar kun je dus ook je model in trainen en die kun je importeren. Nou, wat Florian toen net deed met de bomen, dat is denk ik stap 1. Nou, we willen de komende periode, en dat beginnen we nu al in Q4 aan, maar ook begin volgend jaar nog, willen we gewoon die library met modellen verder uitbreiden. Dus dat kunnen bomen zijn, dat kunnen parkeerplaatsen zijn, dat kan ruwheden van land zijn. Verzin het maar. Als je een goed idee hebt, laat het ook ons vooral weten. Dan kunnen we dat samen uitzoeken. Ik denk ook dat het ook heel belangrijk is om die kennis ook met elkaar te delen. Dus daarom hebben we ook gezegd, ook dat hele neurale netwerkdeel, dat willen we zoveel mogelijk open sourcen. En Florian zei het ook al, dat is niet alleen het model open source, dus hoe dat neurale netwerk in elkaar zit. Maar dat is ook de traindata die erachter zit en hoe train je dat dan het snelst. Dus we hebben nu ons eigen trainingsalgoritme bijvoorbeeld gemaakt. Waarin we zeggen van nou, die boom, dus letterlijk hebben een paar mensen bij ons een heleboel bomen zitten intekenen. Dat zijn geocoördinaten. Nou, daar kunnen we een satellietkaart tegenaan houden, wat je hier zag. Maar daar kun je ook een warmtekaart bijhouden of een hoogtekaart. En daar kun je nog veel meer dingen mee doen. En ik wil ook expliciet kijken, niet alleen naar hoe we die input kunnen verbeteren, maar ook de output data. Dus de veel voorkomende ding is, Tarragon zit een miljarden variabelen in. Hoe kun je die nou valideren of er echt goede data in zit? Die Gen AI, de generatieve AI, dat is ook iets van de laatste tijd, dat je ook die data gebruikt om daar weer nieuwe data mee te maken. Ja, die komt dan ook om de hoek. Dus bijvoorbeeld de duikersalgoritme, nou, dat doen we nu nog gebaseerd op geo. Nou, dat zou je ook misschien wel op AI-modellen kunnen doen. Dus er zijn een heleboel verschillende varianten. Dus dat is het AI-deel. Maar ook zeker het simulatiedeel, daar werken we ook hard aan verder. En we willen daar eigenlijk steeds meer een open rekenmachine van maken. En wat bedoel ik daarmee is dat als je naar ons watermodel kijkt, of ons hitstressmodel, dan hebben wij als Tarragon hebben daar een aantal fysieke algoritmes in gebouwd. En dat is als het ware een black box, of zeg maar, dat deel dat draait op die GPU. Je kunt daar wel invoerdata in stoppen, maar je kunt niet zelf die rekenregels aanpassen. En waar we steeds meer eigenlijk naartoe willen is dat je zelf ook die rekenregels aan kan passen. En dat je dus ook steeds meer je eigen modellen kan bouwen. Nou, daar zijn we inmiddels op de preview, hebben we daar een aantal stappen in gemaakt. En de meest belangrijke daarbij is het iteratief rekenen. En wat we daarmee bedoelen is dat je eigenlijk een berekening weer opnieuw kan aanroepen. En een bepaalde attribuut daarin veranderen en dat hij daar dan weer mee gaat doorrekenen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een proefje dat ik al heb gedaan, is de onverzadigde zone in een watermodel. Dus voor de niet-hydrologen gaat erom dat als het regent, dan daalt de infiltratiesnelheid op een gegeven moment. Nou, dat is iets wat je in de huidige Tarragon niet kunt aanpassen. Met zo'n iteratief model kan dat wel. En dan kun je dus dynamisch de verzadiging kun je aanpassen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de bresgroei. We gebruiken in Nederland gebruiken we een vaste bresgroeiformule, die een aantal van jullie ook al hebben gebruikt. Nou, misschien wil je ook al je eigen hebben, dat je zelf bepaalt hoe dat ding eruit ziet en hoe dat ding groeit. Dus dat hebben we een aantal extra dingen voor ontwikkeld, dat je dat in combinatie met de API en met Excel sheets en overlays die elkaar doorrekenen en data doorgeven, hebben we dat erin gebouwd. De basis zit er nu in principe al in de preview. Het is alleen, het wordt redelijk complex, want een heleboel van de dingen die normaal achter de schermen gebeuren, die komen als het ware naar de voorgrond. Dus dat zie ik ook nog als een uitdaging ook voor de komende tijd, om dit steeds gebruikersvriendelijker te maken en dat mensen er ook makkelijker mee aan de slag kunnen. Dan gaan we binnenkort ook een aantal testjes, ook bijvoorbeeld een aantal waterschappen mee aan de slag. Maar ook een heleboel andere use cases, zoals biodiversiteit, zou je er ook heel mooi mee kunnen doen. Nou, naast het dat je zelf je simulaties als het ware kan bouwen. Ze kijken ook heel erg ook naar die interactie tussen griddata en polygondata. Want dat zie je ook steeds vaker, dat mensen griddata hebben en die willen ze dan weer omzetten bijvoorbeeld in polygondata. Dus dat is ook een van de dingen die nu al op de preview kunnen, is dat die bomen die ik toen net liet zien, of die Florian liet zien. We hebben nu een nieuwe import, bij de geo-import. En dan kun je zeggen, ik lees het in op basis van een polygon. En daar heeft hij ook een aantal extra attributen aan gekoppeld. Dus bijvoorbeeld, wat is de gemiddelde hoogte of de maximale hoogte? Als je dat bij een boom doet, wat is de standaarddeviatie? Zo'n aantal van dat soort standaardberekeningen, of ik wil alleen het centerpoint hebben. En die kun je dan direct als het ware van griddata het inlezen naar polygondata. En dan kun je er weer puntdata van maken, bijvoorbeeld van een boom.
of van een straat of van iets anders. Dus die interactie tussen die twee, dus aan de ene kant grid en geodata, die willen we ook steeds verder verrijken. Dus dat is in ieder geval waar we komend jaar druk mee aan de slag gaan. En dan in 2026 hebben we de eerste nieuwe LTS. En dan kunnen mensen daar rustig naar over toe gaan. En als je zegt, ik wil niet tot 2026 wachten, dan laat het ons vooral weten. En dan kunnen we ook kijken of dat al eerder kan. Op de preview gaan we ermee testen en ermee ervaring opdoen. Ik denk ook zeker rondom dat AI en het iteratief rekenen. Die techniek die kan heel erg veel, maar daar de goede use case bij vinden. Ja, daar hebben jullie hulp bij nodig. Dat kunnen wij niet alleen. Dus daar wil ik het bij laten. Precies een kwartier. En ik had ook... Ja. Ja. Ik had ook nog heel veel te vertellen. Ik sprint er doorheen. We hebben een aantal nieuwe trainingen. Wat komt eraan? De borrel, bijna. Altijd begin van het jaar, nieuw jaar, hebben we een aantal webinars. 6 februari over de watermodule, 20 februari over de rest. Wat niet meer zomaar de rest is, hè? Dat is ook heel veel. Dus we moeten kijken of we er een uur doorheen komen. Vanaf april gaan we een nieuwe licentiestructuur introduceren, maar dat zal ook geleidelijk gaan. Dus daar zullen we jullie allemaal ook over inlichten. En, er was een mooie aankondiging van Harmen en Sarah, dat er 15 mei een congresje of een symposium komt voor hydrologen over modellandschap. En eigenlijk op LinkedIn posten we als we nieuwe inzichten hebben in de data, et cetera. Dus het is ook heel handig dat jullie ons daar volgen. En daarmee zou ik zeggen, Bolletje is, ik zie er ook de hapjes weer binnenkomen. Dus voel je vrij om zo de zaal te verlaten en daar even een Bolletje te nemen. En dank jullie wel, ik hoop tot volgend jaar.